Ja, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe livestream van Voetbal International. Het is matchday vanavond, de kwartfinale van het WK in Qatar tussen Nederland en Argentinië. We gaan natuurlijk uitgebreid vooruitblikken hier aan tafel in de studio met Ajax-watcher Freek Jansen, hoofdredacteur ook natuurlijk, en speciale gast, oud-voetballer Kees Kwakman. Leuk dat je er bent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is net 12 uur geweest. Mannen, hoe zit het met de spanning, met de zenuwen? Leeft het? Nou, ik heb vooral veel zin in die wedstrijd, maar het, nee, ik heb totaal nul spanning. Ik reed net in de auto hier naartoe, mistig, en dat ik echt totaal niet dacht van vanavond spelen we een kwartfinale op het WK. Nee. Dus, maar goed, nu ga je het erover hebben en de filmpjes komen vandaag natuurlijk op social media en vanmiddag begint al die eerste wedstrijd en dan ga je op een gegeven moment wel... Dan komt het wortelpak komt wel uit de kast. Oh, toch wel, ja? Nou ja, hij heeft de oranje shirt al meegenomen. Ja, laat eens even zien, Kees. Ja, dit is wel de wedstrijd, de vorige wedstrijd Nederland-Argentinië. Of die daarvoor, moeten we eigenlijk zeggen. Dat is natuurlijk wel de meest memorabele. Misschien wel Nederland-Argentinië voor ons. Ja. Die wij echt mee hebben gemaakt. Ja, Nederland-Argentinië, WK 98. En ik was erbij, trouwens. Jij was erbij? Ik zat in het... Toen had ik wel een wortelpak aan. Wat goed. Echt als supporter. In dit oranje vak, ja. Wat goed. Jij was denk ik, als ik naar mezelf, wij zijn net zo oud. 14? Ik denk 13, 14 jaar. Middelbare school. En dit shirt heb ik toen op de kop getikt. Ik moet eerlijk zeggen, dat was naar Nederland-Mexico. Ja. En als we het over de goal van Bergkamp hebben, dan mogen we deze man natuurlijk niet vergeten. Ja, uitstekend zeg. We staan op FIFA World Cup. Ja, dat was echt, en dit is echt wel een uniek shirt. Ja, je ziet dit nummer al een beetje. Ja. Ja, dat was wel, ik was bij Nederland-Argentinië en Nederland-Brazilië. Was ik ook. Oh, ja. Kijk. En toen zat ik precies op de lijn van, die van het moment met Van Hooijdonk. Oh ja. Dat hij werd vastgehouden. Ja. En dat hij dus geel kreeg voor Schwalbe. Ja. Maar deze wedstrijd was ik bij en ik was 13, 14. En dan heb je ook al wel een beetje meer besef van... Ja. En ik speelde toen al, al in de jeugd toen. Dus je had al wel een beetje... dat was echt ongelooflijk. Dat was gewoon echt gewoon juichen. Nou, ik was nog een klein kind, als een klein kind. Met mensen om je heen die helemaal niet konden en over elkaar vallen. En die wedstrijd was legendarisch natuurlijk. De spanning die je toen had, ook daarna met Nederland-Brazilië, die ik toen voelde. Ja. Dat had ik toen nog nooit gevoeld. Ja. En daarna als speler ging je natuurlijk wel de spanning ervaren. Maar een soort van, met name met die penalties daarna, je wist helemaal niet meer wat je met je spanning moest doen. En echt gewoon, maar die periode in je begin tienerjaren, denk ik dat ook wel de meest... Indruk op je indruk gemaakt. Op je maakt. Dat ook echt, en dan was je ook echt helemaal met die wedstrijd bezig. Dan was je al dagenlang... Wat was jouw eerste toernooi wat je echt bewust hebt meegemaakt? Nou, ik denk die in Frankrijk won ik... bewust. Natuurlijk hebben we 88 en 94 en 96 wel meegemaakt. Maar 98 was echt wat jij ook zegt. We waren 13, 14. We zijn net zo oud. Dat was echt dat je het ook als middelbare scholier meemaakte. Ja. En dat toernooi in Frankrijk was ook... Volgens mij een waanzinnig toernooi qua land, om dat zo te volgen. Ja. Qua de wedstrijden die daar gespeeld werden. Ja, en Oranje was ook een team met karakters. Ja, klopt. Dat was toen al... kijk, 94 was de tijd dat we van bed af moesten. Ja. Dat weet ik nog. Klopt, Saoedi-Arabië midden in de dat Wim Jonk de winnende maakte. Ja. Dus dat was voor ons natuurlijk als Volendammers ook altijd speciaal. Dat Jonk natuurlijk in die elftallen speelde. Toen ook, in 98. Ja. Dus dat maakte het ook wel iets speciaals. En 96 was eigenlijk een beetje saai toernooi. Ja. Toen werd ik eigenlijk een beetje voor Frankrijk. Ik weet nog dat ik toen een wit plain shirt. Ja. En daar heb ik toen Zidane op gezet. Dat was voor mij de eerste keer dat ik echt Zidane begon te zien. Dat ik dacht van, wat is dit? Dat had ik nog nooit gezien. En toen had ik echt 10, had ik Zidane. En toen zat ik in een helemaal wit tenue. Zat ik voor de tv, was ik eigenlijk een beetje voor Frankrijk. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar... Nee, en dit was echt met al deze wedstrijden, die kun je nog helemaal... Heb je niet zoals Brazilië, Argentinië, kun je voor de geest halen. Ja. Weet je wie er ook bij was? Ja, die was toen ook al in de running. Ja. Simon Zwartkruis was erbij. En die is er weer bij. En daar staat hij gewoon weer. Goedemiddag, Simon. Ja, dat was mijn eerste toernooi als verslaggever inderdaad, dat WK in Frankrijk. En die dag waar we het net over hadden, van Nederland-Argentinië, dat was meteen ook een van de mooiste die ik heb meegemaakt als sportjournalist. Want die begon met Diego Maradona, die in hetzelfde hotel bleek te zitten in Marseille als wij. En die een balletje stond hoog te houden aan de rand van het zwembad. En saltootjes maakte en wij zijn er met een groepje van 4, 5 journalisten getuigen van geweest. En daar begon die dag mee, met een privévoorstelling van Diego. En het eindigde met die paas van Frank de Boer op Bergkamp en die goal. Dus veel mooier wordt het niet, maar ja, misschien vandaag. We gaan het zien. In,
In dat opzicht, Simon, is het, we hebben het altijd over die telefoontjes en zo van nu. Is dat dan misschien wel jammer, hè, dat je dat toen niet had? Dat je dit niet vast kon leggen? Nou ja, het was nog erger, Kees. Een paar collega's zijn met hem op de foto gegaan ook, hebben handtekeningen gevraagd. Ik was daar een beetje te bescheten voor. Ik dacht, ja, daar zit die man helemaal niet op te wachten. Dus ik heb tot op de dag van vandaag spijt dat ik dat niet gedaan heb. Maar inderdaad, ja, we moeten het vooral van de verhalen hebben. Want anders hadden we wel een paar filmpjes gemaakt, denk ik, ja. Hey Simon, we hebben het over die spanning, hè, van toen. Is er iets van die spanning ook nu bij jou te bemerken? Of is dat totaal anders? Nou, spanning is een groot woord. Het is wel zo'n soort kriebel in de buik. Hè? Dit zijn wel de wedstrijden waar het allemaal om gaat. En, de dag is lang. Het is natuurlijk, hier is het pas 10 uur 's avonds dat ze gaan aftrappen. Voor ons is het al lang. Laat staan voor die spelers. Die hebben in de ochtend dan nog een activatietraining om de dag een beetje te breken. Daarna lunch, rusten. En ja, dan slepen zij zich ook echt naar zo'n wedstrijd toe. Maar dit is wel de wedstrijd waar het allemaal om begonnen is. Hè? Waar het Van Gaal om begonnen is toen hij dat systeem ging omgooien. Dat was vooral bedoeld om gewapend te zijn en minder kwetsbaar te zijn tegen toplanden. Nou ja, toplanden hebben ze nog niet tegen gespeeld, dit toernooi. Hij zei ook niet voor niks gisteren op de persconferentie Van Gaal. Nu gaat het toernooi echt beginnen. Met alle respect voor de vorige tegenstander zei hij daar achteraan. Maar het was duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Dit is waar ze naartoe hebben gewerkt en toe hebben geleefd. Verwacht jij nog een konijn uit de hoge hoed van Louis van Gaal of niet vanavond? Nou, niet in die zin dat opeens Noah Lang in de basis zal verschijnen of zo. De enige vraagteken is wat hij met de nummer 10 positie gaat doen. He, want daar speelt Klaassen vaak, soms Gakpo. En hij kan er nu voor gaan kiezen. Als hij het voetballend wil gaan winnen, met name op het middenveld, dan is het logisch om Gakpo op 10 te zetten. En achterin bij de Argentijnen is er ruimte in de rug van de opkomende backs. Dus dan zou het ook logisch zijn, als je verder redeneert, dat daar mensen met snelheid worden neergezet die daar de ruimtes in kunnen duiken. En dat zou Bergwijn goed kunnen invullen. Dus dat is wel een optie die zeer goed mogelijk is. Alleen, er is nog geen lek vanuit het Oranje Hotel die de opstelling kan bevestigen. Dus dat is het enige spannende nog in de opstelling. Voor de rest is het natuurlijk allemaal duidelijk inmiddels. Simon, jij bent ook de afgelopen dagen volgens mij voor elke Argentijnse camera gesleept om iets te vertellen over Oranje, over die wedstrijd, noem maar op. Wat is vanuit Argentijns kamp, wat is vanuit hen de belangrijkste vraag die ze stellen of waarbij hen het meeste aandacht naar uitgaat? Nou, wat me ten eerste opvalt is dat ze het allemaal meer over Van Gaal hebben dan over de ploeg. Meerdere journalisten die hebben het geformuleerd als het is Messi tegen Van Gaal. Dat vond ik opvallend. En wat ze verder... je merkt toch ook wel een beetje angst voor dit Oranje. Ook deels gebaseerd op het verleden. Ze flikken het weer, ze staan er weer en dat heeft een reden. Daarbij wordt wel geconstateerd dat dit een minder goede ploeg is dan die jullie net even bespraken. Die in 98 inderdaad, met minder individuele kwaliteiten. Maar het team Oranje, dat maakt wel indruk. En daar zijn ze wel bevreesd voor. Omdat ze juist vanwege de wat meer defensieve instelling van Oranje nu ook in staat worden geacht om Messi te neutraliseren. En dat is wel iets wat ze angsten aanjaagt. Omdat de Argentijnen zelf ook wel beseffen dat deze ploeg minder is dan de Argentijnse ploeg van 98, maar ook de Argentijnse ploeg van 2014... die het uiteindelijk naar penalties dan redden tegen Nederland. Maar ze beseffen dat het meer dan ooit allemaal van Messi afhangt. En, ze zijn er niet zo gerust op, dat merk je wel. Ja, want er was ook een Argentijnse journalist die zei... ja, wie gaat de meeste impact hebben, Louis van Gaal of Lionel Messi? Ja, nou ja, precies dat. Ze zien waar Van Gaal mee bezig is geweest en waar het tot nu toe leidt. Dat nog niet tot zwingend voetbal heeft geleid, dat constateren we ook allemaal. Het is wel weer grappig om dat ook eens vanuit het internationale perspectief mee te maken. Hier komen niet alleen Argentijnse journalisten massaal nu op die persconferenties af van Van Gaal en van Memphis, maar ook op de trainingen. En ook uit alle landen, alle windstreken van de wereld. En wat je het meeste van hun hoort is van wat lopen jullie toch eigenlijk te mekkeren de hele tijd over de manier waarop er gevoetbald wordt. Je bent hier om wedstrijden te winnen. En iedereen heeft dat totaalvoetbal voor ogen uit 1974 toen de maat is gezet, zeg maar, de toon is gezet. Maar ze beseffen ook, ze zien ook en constateren dat dit gewoon een mindere kwalitatieve groep is. En dat je daar dus je systeem op moet aanpassen. Dus ze vinden dat in het buitenland, merk ik, veel vanzelfsprekender dan wij in Nederland. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, mannen, maar Simon ziet er wel uit als een god, hè? Ja, hij ziet er als een god. Ja, en hij is geen 71. En we hoeven niet het Arabisch te vertalen, maar hij ziet eruit als een god, ja. Hey, maar Simon, je hebt zoveel toernooien meegemaakt, hè? En ook die wedstrijden met Argentinië, 98, maar in 2014, hè?
het gevoel wat je toen had op die dag tegen Argentinië in 2014, heb jij nu meer, heb je nu een beter gevoel vanuit Oranje perspectief? Of is het vergelijkbaar? Nee, ik ben nu positiever gesteld eigenlijk over een goed resultaat van Oranje. En dat heeft ermee te maken dat het inderdaad dat ze minder spelers van topkwaliteit hebben bij Argentinië. Wat een beetje zorgwekkend blijft natuurlijk aan de Nederlandse kant, is dat dat veldspel, het spel aan de bal, dat blijft maar een discussiepunt. En terecht, iedereen ook binnen Oranje constateert dat dat beter moet. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel ophouden met het constateren en het omzetten in inderdaad beter veldspel. En wat die spelers daarvan maken, en dat snap ik ook wel weer vanuit hun gedachten, is van we hebben tot nu toe niet eens zo heel goed voetballend goed gedaan hier op het WK. Dus moet je nagaan als we op dat vlak gaan loskomen. En dat is waar ze zich nu aan vasthouden. Oké, tot slot Simon. Wat ga jij de rest van de dag nog doen tot die wedstrijd vanavond? Nou, ik had het er net met Martijn over. We zaten hier even buiten koffie te drinken. En we worden een beetje gek van die omgeving hier. Dus we gaan zo meteen gewoon al richting stadion. En dan gaan we daar een beetje in de buurt rondlopen. Het is natuurlijk een wedstrijd waar 40.000 Argentijnse supporters verwacht worden. Dus dat gaat ook uren voor de wedstrijd al een geweldige sfeer opleveren daar in die buurt. Die 1400 Nederlanders die gaan een beetje verzuipen, ben ik bang, in die blauw-witte zee. Maar we gaan lekker die sfeer opsnuiven en op die manier een beetje naar die wedstrijd heen toeleven. Nou, uitstekend, Simon. Maar laten we hopen dat jij je koffer nog niet hoeft in te pakken, hè, morgen. Nou, ik sta nu in mijn hotelkamer. Het is er nu nog een enorme colerenzooi. Dus wat dat betreft hou ik er rekening mee dat we hier nog even wat langer blijven, ja. Oké, Simon. Dankjewel en succes vanavond. Ja, succes! Oké, dankjewel, jongens. Ja, ziet er goed bij in zo'n hotelkamertje. Mooi, hè? Ja, en daar zit hij al een tijd. Ja. Dat is eigenlijk zo'n tweede huis geworden. Ja. Die gasten zijn al 3,5 weken op pad. Ja, ik denk wel dat het uiteindelijk wel zwaar is voor die man, hè? Zoals Pascal Kamperman bij ons, hè? Met natuurlijk de hele groep daaromheen bij ESPN die daar dan zijn. Ja, ja, dat is toch wel elke dag eventjes een paar keer in de lucht komen om weer eventjes een verhaaltje te vertellen, naar de trainingen, interviews doen. Ja. Het is echt niet dat je daar eventjes op het strand ligt. Dus ik denk dat ze uiteindelijk ook wel blij zijn als ze... Je bent continu in de weer, continu bezig. En het is ook zo van, je weet ook niet tot hoe lang je blijft. Nee, dat is lastig. Dat is het gekke. Vorige week was het natuurlijk ook dat ze hadden Sinterklaasavond thuis kunnen zijn als ze verloren. En nu nog weer een week. Nu weet je wel door die derde, vierde plek is als ze vanavond winnen. Ja. Is nog een week in het toernooi. Maar ik vind het wel interessant wat hij ook zegt. Hij zit ook bij die persconferenties. Gisteren hebben we hem gezien. Hoe kijk je ernaar, Freek? Nou, daar hebben we het vaak over gehad. Ik vind het zo super vermoeiend. En het is ook allemaal leuk. En ik snap ook wel voor de mensen die daar zitten. En als we zitten te kijken, dan is het leuker dan dat je daar een trainer achter de desk op zit en die gaat clichés. Alleen, zoals die van Argentinië. Maar het is een act. Het is theater. Het is ook de meest relevante vragen. Gaat hij of niet op in? Of daar komt er een beetje warrig antwoord. Ik vond die vraag van Martijn heel goed. Van hoe beleef je het nou zelf als trainer? En dan wordt Martijn dan weer neergezet als negatief. Nee, helemaal niet. Inhoudelijk vraagt hij gewoon van hoe beleef je het als trainer om een team te coachen vanuit de verdediging en de omschakeling. Of een team te coachen waarmee je lekker kan aanvallen. Volgens mij is dat heel interessant om te horen hoe hij dat ziet. En dan gaat het helemaal over de ontwikkeling van het voetbal. Laten we eerlijk zijn. Tot nu toe heeft Oranje nul indruk gemaakt. Totaal niet. Is niet erg. Maar zoals volgens mij Martijn vanochtend... Met één doelpunt volgens mij wat Martijn in de podcast zei vanochtend. Met één doelpunt. Maar wat Martijn vanochtend in de podcast zei. Dan moet je wereldkampioen worden. Dan wil je zeggen, je moet vanavond winnen. Als je vanavond niet wint van Argentinië en je wordt uitgeschakeld, is morgenochtend heel Nederland dit elftal vergeten. Dan kennen ze nog maar één naam die ze bijblijven van dit toernooi. Dat is Noppert, vanwege het verhaal. Verder rest heb je allemaal kleurloze wedstrijden gespeeld. Tegen een niveau wat helemaal... Laten we eerlijk zijn. Als je speelt tegen een goed team zoals vanavond, kun je... voorstellen dat je zo speelt, maar om tegen Qatar en Ecuador en Senegal en de VS hebben we ook zien rennen en draven, maar voetballend stelt het ook niet veel voor. Als je dan zo kiest om zo te spelen, dat kan, maar dan moet je verder komen dan dat je nu gekomen bent. Ja, want alles staat eigenlijk in het teken van deze wedstrijd toch, Kees? Ik denk ook dat hij daarom gewoon in die wedstrijd tegen Qatar bijvoorbeeld niet heeft geswitcht. Niet van systeem, Nee, dat hij gewoon heeft gedacht, nou ja, er zal misschien ook wel... Want ik denk dat je tegen Argentinië ook echt gewoon ruimte krijgt om te voetballen. Ja. Dat is ook geen... Met name heel ver op het veld geven die niet zoveel druk, omdat ze met Messi te maken hebben. Als ze de bal verliezen, zullen ze dat wel doen. Maar die geven Nederland ook echt wel de ruimte. Dus Nederland zal nu ook wel in het huidige systeem aan de bal komen en oplossingen moeten gaan vinden. Dus ik denk dat hij het daarom tegen Qatar ook gewoon liet staan. Het was verschrikkelijk. Dat vond ik echt de ergste wedstrijd. Want je speelde echt tegen een veredelde amateurploeg. En ze creëerden echt bijna niks.
Dus ik denk dat dat gewoon de achterliggende gedachte is geweest. Het staat 2-0. Laat ik er maar niet te veel aan denken. Ja. En ik laat ze gewoon op deze manier nog voetballen. En tegen de USA heeft het uiteindelijk op die manier geloofde. En ik echt wel dat zij dachten, nou tegen de USA kunnen we op deze manier winnen. Ik denk dat je ook wel had gewonnen als je druk had gezet tegen de USA. Maar hij heeft gewoon alles op deze wedstrijd gericht. Hij heeft alles erop gevoerd. Kijk, dat kan, hè, want het is een beetje zeker tweeledig, ook in Nederland. Joh, is heel veel categorie mensen die je spreekt en die zeggen, ja, ik vind gewoon echt geen zak aan om naar te kijken. En waar is het echte WK-gevoel om naar te kijken? En de categorie zegt, nou ja, zolang die wint, kunnen we er niks van zeggen. En het is realistisch. Dus daarin zit je te schipperen. Alleen, ik blijf wel een beetje, wat jij hebt tegen het gevoel, je hebt vier tegenstanders gehad die kwalitatief echt gewoon minder zijn. Daar had je wel wat meer van kunnen maken en dan had je ook wedstrijden gewonnen. Zeker, alleen wij zijn gewoon van nature in Nederland ook van, we willen naar voren toe, we willen aanvallen. We hebben natuurlijk, met name de laatste jaren van Ajax in de Champions League, is het op die manier gelukt. Ja. Dat is eigenlijk best wel uniek, want hoeveel clubs doen het nou eigenlijk op die manier? Met druk zetten naar voren en met z'n allen naar voren en... Ja, je ziet ook als het eventjes allemaal niet klopt, nou, dan gaat het ook gelijk wel goed mis. Ja, ja dus we zijn daar eigenlijk best wel in verwend geraakt. Als liefhebber van het Nederlands voetbal. Ja, en dit is toch wel wat meer realistisch. Wat je eigenlijk ook bij Frankrijk en bij Brazilië en bij Argentinië ziet. Die geven ook geen druk 90 minuten. Sterker nog, Van Gaal heeft gezegd, wat Brazilië doet, is eigenlijk bijna het Nederlands elftal. Ja, alleen die hebben natuurlijk aan de bal zoveel meer kwaliteit. Precies. Dan lijkt het veel. Nou ja, en ik vind wel hoe zij de eerste helft speelden tegen, wat was het nou? Dat was die veegt dus helemaal weg. Dat doet Oranje ook niet. Nee. En ook niet tegen Qatar. Dat klopt. Dus ik vond dat was ook wel een beetje scheef vergelijking. Maar eigenlijk zegt Van Gaal, en dat volgens mij heeft Simon of Martijn dat ook geschreven zo. Eigenlijk zegt hij elke keer hetzelfde, zonder het hardop te noemen. En dat is dat die selectie aan de bal gewoon niet zo goed is. Ja. Alleen hij gaat het niet hardop zeggen, want hij wil een team houden en hij wil zijn vertrouwen blijven geven. Maar volgens mij, als dit toernooi voorbij is en als hij later terug gaat kijken op dit toernooi, dan gaat hij zeggen, ja, aan de bal hadden we gewoon matig materiaal. Het zegt natuurlijk eigenlijk al iets dat wij van de drie posities op het middenveld, dat we er eigenlijk twee helemaal niet weten. Bij Frenkie de Jong weten we. Maar wie nou eigenlijk de nummer 10 en de rechter middenvelder is bij het Nederlands elftal. Nou, we hebben jou gevraagd. Jij weet het wel. Ja, dit is een goed bruggetje. Goed bruggetje, ja. Nee, kom maar erin. Zo gaat Oranje dus vanavond spelen. Ik denk even kijken als wij nu 12-20. Stel dat nou die middenvelder naast Frenkie de Jong nu in het vliegtuig stond. Ik denk dat hij het moet redden. Het kan net Qatar Airways, dan haalt hij het, hè? Ja. Dit is jouw ideale middenveld, Kees. Nou ja, voordat Kees nu, laten we zeggen, als gekke appje wordt neergezet, dat is natuurlijk... Maar Kees is zowel voorzitter als secretaris van de Joey Veerman fanclub. En dat is niet uit het niets gekomen, dat is al langere tijd zo. Ja, het is natuurlijk een beetje geen grappie. Maar jij mist hem wel. Je had er wel meegedaan, toch? Nou, ik weet niet of hij had verdiend om mee te moeten. Ik vind dat hij wat minder heeft gespeeld. Eigenlijk de periode dat hij al in de voorselectie kwam, vond ik hem eigenlijk beter. Ik denk dat interview wat hij heeft gegeven, dat ook niet mee heeft geholpen. Dus ik denk ook zeker dat hij zelf in de spiegel moet kijken. Maar ik ben wel gek op dit soort spelers. En als je het dan hebt over aan de bal en dat we voetballend beter moeten zijn. Ja, dan heb je natuurlijk zo'n speler, denk ik zeker voor de toekomst, wel nodig. En ik denk ook dat hij bij Koeman meer in beeld gaat komen. Mm-hmm. Dit is een beetje gekkigheid. We hebben ook nog jouw echte opstelling. Ja, uiteindelijk. Maar zo zou jij vanavond spelen. Ja, ik ben toch wel... kijk, Bergwijn natuurlijk, hij heeft snelheid. Maar hoe vaak gaat hij nou diep zonder bal? Ja. Ik denk dat Gakpo, als je goed op Gakpo let, die heeft echt veel dieploopacties zonder bal ook. Alleen hij krijgt hem niet altijd. Ze hebben toch vaak dat ze Memphis in de voeten inspelen. Maar Gakpo is degene die de meeste diepte heeft eigenlijk. En ik denk dat hij dat ook zou moeten kunnen. En ja, ik ben toch wel fan van Berghuis. En zeker op de 10 positie heeft hij ook wat meer vrijheid. Dus ik denk niet dat dit het gaat worden, hoor. Maar dit zou ik... Want dat was een beetje de laatste, tenminste het cijfer. Laatst was Klaas in plaats van Berghuis, toch? Ja, dat was de laatste wedstrijd. Ja. Ik denk dat Bergwijn... Wat er vanochtend kwam, was dan Bergwijn en Gakpo op 10. Dat kan ook, hoor. Want Gakpo heeft het daar ook gewoon wel goed gedaan. Maar ja, Bergwijn moet dan wel echt ook van zijn snelheid gebruik gaan maken. Tegen Otamendi en Romero. Waar de ruimtes dan ook komen te liggen. Zeker als die backs doorgaan, de backs van Argentinië, als die doorgaan op onze backs... Ja, dan komt daar ruimte. Maar dan moet hij ook wel in die ruimtes duiken en niet alles in de voeten gaan vragen. Ja, maar wat is de laatste goede wedstrijd van Bergwijn geweest? Dat wilde ik net zeggen. Van bij hem is het natuurlijk wel, voorheen was het altijd, maakt niet uit of die speelt en hoe die speelde bij Spurs, bij Oranje leven die. Hè? En dit WK dus niet. En dat zou voor hem zelf nog de grootste teleurstelling zijn.
Nee, de afgelopen maanden bij Ajax ook. Nee, oké, maar dat klopt. Alleen, dat maakt het voorheen geen had het geen verschil bij Nederland zelf. Voor Nederland zelf, ja. Want bij Spurs speelde hij ook niet of minder. Altijd, ja. En dan leefde hij. En dus daar ging hij ook wel een beetje vanuit, volgens mij. Van nou, bij Oranje, in die andere omstandigheden, dan ga ik weer leven. Nou, dat heeft hij tot nu toe gewoon niet gedaan. En precies wat Kees schetst, dat zie je bij Ajax zie ik ook best wel vaak. Dat je denkt van, joh, maak die diepteloopacties. Want hij is zo snel. Yeah. En al krijgt hij de bal niet, dan gooit hij het ook nog de hele ruimte open voor andere aanvallers. Maar hebben we hem ook wel vaak lekker in de voeten. Ook omdat hij wel kwaliteit heeft om vanaf links naar binnen te gaan. Alleen, ik denk dat hij daar veel meer uit kan halen. Alleen, de vorm is er gewoon bij hem niet. En dat geldt misschien wel voor meer spelers. Ja, en dat moet allemaal net goed vallen. En ja, dat als is natuurlijk als we over spelers die in vorm zijn. Wie zijn er in vorm? Ake, Gakpo. Ake. Timber vind ik weer Timber is goed om te komen. Maar... Ja. Ake, Gakpo, Timber, ja, en Noppert. En Noppert, ja. Want Frenkie de Jong heeft... Nee. Dan die Van Dijk degelijk. Van Dijk schroeide gewoon, ja. Die, ja. Die. En ik denk dat Blind en Dumfries in de laatste wedstrijden werden zij vol in hun kracht gezet. Omdat ze ook tegen die Amerikanen speelden die er niet zo over konden. En die lieten ze ook gaan. Dat deden ze goed. Ja. Nou, maar dat is vanavond wel interessant natuurlijk. Hoe de Argentijnse bondscoach dat ook gaat oplossen. Gaat de Argentinië zich aanpassen? Nou ja, ik... Er stond een mooie analyse natuurlijk op jullie site ook. En ook over het switchen van systeem van Argentinië in de wedstrijd tegen Australië. Dat deden ze eigenlijk al heel vroeg. 50ste minuut kwam Martinez erin. Mm-hmm. Voor Papu Gomez. En toen stond het 1-0. Ja. En toen gingen ze al met 5 verdedigers spelen. Dus die hebben echt lang met 5 verdedigers gespeeld. Ik vond eigenlijk dat ze toen beter gingen spelen, ook Argentinië. Ja. Dus het zou zomaar kunnen. Hij heeft zelf gezegd dat het afhangt van Di Maria. Hè? Dat als die kan spelen, dat het wel gewoon een 4-3-3 zeg maar wordt. Maar ik vind eigenlijk dat Nederland tegen 5-3-2 dit toernooi eigenlijk helemaal niet zo goed heeft gespeeld. Nee, dus eigenlijk als Argentinië 5-3-2 speelt, dan zou Nederland terug moeten gaan naar 4-3. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Dus. Maar Van Gaal zegt wel steeds dat het beter is als de tegenstander zich aanpast. Omdat hij vindt dat Nederland meer... getraind heeft op het systeem, er meer gevoel bij heeft. Maar dat is in dit toernooi eigenlijk nog niet gebleken, vind ik. Eigenlijk de wedstrijd waar de tegenstander 4-3-3 speelde, USA en Senegal, hebben ze eigenlijk nog een meeste kansen gecreëerd. Ja, we hebben een superchat die daar perfect op aansluit van een superchat, voor... Kees. Ja, dat bestaat. Oh, ja, superchat. Dat ook? Was dat allemaal? Ja, die betalen om gewoon, die betalen om een vraag aan jou te stellen, Kees. Kijk. De superchat. Daar staat hij eigenlijk perfect op aan. Gaat de 5-3-2 naar 4-3-3 als we in de problemen komen? Ja, dat heeft hij in het verleden natuurlijk steeds gedaan. Ja, maar nu nog niet. Nu nog niet. Maar hij heeft ook nog niet te maken gehad met een achterstand. Nee. En in Brazilië in 2014, toen ging natuurlijk ook, gaat hij nu nog steeds praten op dat het 5-2 was. Maar op de belangrijkste momenten was het even schakelen hoor. Ja, Australië, volgens mij. In Costa Rica was het volgens mij 4-3 vanaf het begin. Ik weet dat in Mexico ging ze omschakelen 4-3. Ja. Wat zei je? Australië. Omschakelen 4-3. Costa Rica kan ik me wel voorstellen dat in ieder geval tijdens die wedstrijd misschien gebeurd is, want dat was ook een moeizame wedstrijd. Ja. Dus toen was het om te gaan. Maar ik weet niet of hij dat nu... Zal hij dat nu doen? Nee, zeker niet vooraf. Misschien dat ze dat... Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Van Gaal dat niet heeft voorgelegd aan zijn spelers. Van oké, als het gebeurt... Stel dat 18-1-0 voor staat en je nog 20 minuten spelen... Ja. Dan zou 4-3 de oplossing kunnen zijn. Maar hij heeft natuurlijk ook aanvallend zoveel wissels dat hij ook wel gewoon... En dat heeft hij nu ook een paar keer gedaan. Ja. Dat hij gewoon 2 aanvallers er steeds inbrengt voor erbij. Dus Jansen en Weghorst. Ja. Of dan Luc de Jong die er dan misschien nu een keer bij gaat komen. Dus ik denk niet dat hij zomaar gaat switchen. Laten we hopen van niet, want dan, anders dan staan we dus achter. Ja, goeie vraag in de superchat. Hè? Maar dat Argentinië, vind je niet... wat ik grappig vind aan de afgelopen wedstrijden was... of nou Verenigde Staten was of Ecuador was... Ze werden, hoe dichter bij de wedstrijd kwam, groter gemaakt. Hè? Van de tegenstander. Ja, de tegenstander werd echt groot gemaakt. Door ons allemaal, maar eigenlijk door iedereen. Ja. Bij Argentinië is het tegenover groter. Hoe dichterbij komt, hoe meer je hoort... De oude Messi en 10 houthakkers. Ja, maar het is totaal tegenovergesteld. Dat is ook het gevaar. Hè? Ja. Dat wij nu natuurlijk denken van... Ja, ook Argentinië is ook niet zo geweldig. Nee. Niet zo'n goed team. Ja, daar lopen natuurlijk... Vlaggen wel echt genoten. Ja, man. Ja, maar wij zijn natuurlijk als Nederland eigenlijk heel moeilijk te verslaan. Nu de laatste jaren. En voor Argentinië geldt dat natuurlijk ook. Dus dat is ook niet de voetbalmachine. Maar dat is natuurlijk wel een ploeg waar je ook gewoon niet zomaar van wint. Voor mij hebben ze de minste doelpogingen tegen dit WK... Nou hebben die ook niet tegen geweldige tegenstanders gespeeld, maar... Saudi-Arabië natuurlijk wel. Maar Polen, Australië, Mexico. Mexico was ook niet best, slecht, Dus ze hebben... Ja. Maar dat geeft wel iets aan dat ze, ondanks dat ze eigenlijk in balverlies, met een mannetje minder spelen. Ja.
Want ja, Messi doet gewoon eigenlijk helemaal niks. Dus dat is dan toch wel knap. Dat betekent dan toch dat die organisatie daar goed op orde is. Ja. Ja, en daar staat ook wel wat natuurlijk in het veld qua overleven en qua fysieke kracht. Precies. En ik ben dan met Messi ook wel benieuwd naar. Van, die doet dan niks, die wandelt rustig terug. Juist wat dan, wat gaat Timber dan doen? Dus heb je juist ervan uitgaan dat ze Timber misschien... Ja, ik denk het niet. Omdat hij, om op jullie analyses weer even terug te komen, de heatmap, wie je zag, hij speelt centraal of rechts, Messi. Dus hij komt heel weinig in de zone bij Timber. Maar dan zou hij dus meer richting Oké. Ja. Maar wat gaan ze dan doen? Ga je dan, laten we zeggen, denk maar, hij wandelt? Of hou je dan toch iemand heel dicht bij hem? Ik zou toch wel het laatste gaan. Dat klopt. Ik denk echt dat AK daarin... en dat wordt ook wel interessant. Dit wordt heel veel communiceren met elkaar. Want Messi loopt natuurlijk overal in nergens. Ja. En dus je moet continu praten met elkaar. Van dat hij hem oppakt of dat hij daar loopt. Alleen met 80.000 Argentijnen. Ja. Nou ja, ik hoorde het op de Belgische tv. Ja. Die hadden het over België en Marokko. Mm-hmm. Dat de spelers van België echt hadden... Niet geklaagd, maar hadden gezegd... Nou, dit geluid, het was niet te geloven. Okay, van die Marokkaanse fans. Ja. Dat echt, we konden elkaar niet verstaan. En je hoort het op tv natuurlijk al wel een beetje, maar niet zoals in het stadion. En dat is nu met die Argentijnse fans vanavond. Ja, 80.000 zijn er. Ja. Gaat dat een groot nadeel voor Nederland zijn? Nou, dat denk ik wel, ja. Ik denk het wel. Natuurlijk, het is een atmosfeer. En als je als je voorkomt, dan word je natuurlijk gedragen. Maar ik denk wel dat dat met betrekking tot dat bijvoorbeeld, kan dat wel een nadeel zijn. Ja. Ja, het is heel interessant hoe ze dat gaan doen. En sinds die Enzo Fernandez erin staat bij Argentinië, bouwen ze ook beter op. Die laat zich vaak een beetje terugzakken. Ja. Dat zou gunstig zijn voor Nederland, want dan kunnen de drie middenvelders gewoon blijven staan. En een van die drie middenvelders pakt dan Messi op. Want Argentinië heeft dan voor de rest daar niemand meer lopen. Nee. Op het moment dat die Fernandez ook naar het middenveld gaat, dan zal er van achterin bij Nederland iets moeten gaan gebeuren. Ja. Dan zal Ake misschien wat meer naar Messi. Ja, ik vind dat heel erg leuk om naar... want Messi doet natuurlijk niet zoveel, maar reken maar dat hij... kijkt van, oké, waar liggen de ruimtes en wanneer moet ik even terug? Want als je er eentje zou kiezen op Messi, zou jij oké doen? Nou, als je vanuit zijn zone begint. Ja, kijk, Timber is natuurlijk, zou het fijnste zijn, dat heeft hij toen tegen Hazard in die oefenwedstrijd bijvoorbeeld geweldig gedaan. Ja. Alhoewel Hazard natuurlijk niet meer is zoals hij was. Maar Messi gaat echt gewoon een beetje vanaf rechts, centraal. Ja. Dus dan wordt het Van Dijk of Ake die echt door moet dekken van achteruit. En we zijn nu niet het eerste land of de eerste tegenstander van Messi die met elkaar gaat zeggen van we gaan eentje op Messi zeggen. Nee, dat is andersom met Frenkie de Jong doe ik. Dat zeggen elke tegenstander. Van Simon heeft laatst natuurlijk met Ron Vlaar gesproken over hoe dat in 2014 ging. Ja, die kozen er bewust voor om geen man op te offeren aan Messi. Ja. Nee. En je hebt met Frenkie de Jong en de Roon waarschijnlijk wel twee echt goede controleurs die dat heel goed kunnen. Want Frenkie de Jong kan ook echt goed verdedigen. Ja. En dan daarachter nog de verdedigers. Dus zo gaan ze het denk ik oplossen. Maar tegen Australië, Messi, was hij dramatisch tot die goal. Echt. Ja. Want het was natuurlijk allemaal weer Messi. Ik ben zijn grootste fan, hè. Ja. Hij speelde echt heel slecht. Alleen, het interesseert hem geen klote. Nee. Dat hij 3, 5, 6 ballen verkeerd geeft. Want dan krijgt hij hem weer. Nou, en dan is het... En ze leveren alles bij hem in, hè. Maar ook op momenten dat je denkt van, nou, er is misschien een andere keuze. Ja. Dan denk je, zo snel mogelijk. En dan Messi. Op het laatst, dan kwam er een beetje ruimte. Ja, dan is het... Ja, dan liep hij er alle kanten langs. Toen hadden ze ook nog 3, 4 keer meer te scoren, Dus het wordt ontzettend interessant. Het wordt echt, echt leuk. Logisch natuurlijk dat we het over Messi hebben. Maar als Nederland wint en Messi uitschakelt, dan heeft de hele wereld eigenlijk een hekel aan Nederland. Omdat wij Messi naar huis sturen. Zijn laatste droom. Ik denk dat qua neutrale kijkers dat er meer richting 18 hier gaan vanavond. Ja. Nou, we hebben allemaal wel een beetje zwak, toch? Ja. En we gunnen het hem eigenlijk wel. Ja. Ja, dan ben je gewoon het land dat de hele wereld in rouw dompelt. Ja, maar ja, dan Messi voorop. Ja, jawel, maar daar hebben we toch met z'n allen gewoon lekker lak aan. Ja, dat ook. Maar... Nee, maar dat. Het is ik snap wel wat je bedoelt vooraf. Ik had laatst vroeger wel 18 ook als wereldkampioen in, omdat ik dacht, dat is mooi, het slotakkoord van Messi. Precies. Maar ja, toen ging ik ervan uit dat het met Oranje in de kwartfinale wel klaar zou zijn. Nou ja, dat is nu misschien nog steeds. En het is ook nog zo dat Argentinië dan hierna waarschijnlijk tegen Brazilië moet. Dan kan het ook dat hij er gewoon uitgaat. Hè? Dan heb ik liever dat hij er nu uitgaat. Ja. Nou, we zijn eruit. Ja. We zijn eruit, ja. Kees, wat is de belangrijkste strafschop die jij ooit in je carrière hebt genomen? Hij nam er nooit, hè? Je nam er nooit, nee, ik heb er twee genomen. Bij NAC, of bij Volendam? Nee, eentje bij NAC voor de beker tegen Cambuur, die miste ik. Over? Nee, Kiefer. Ook met zo'n aanloop, een beetje kijken, half sloeg helemaal nergens op. En daarna in Zuid-Afrika eentje ook voor de beker. En die schoot ik gewoon blind, hard. Die schoot ik er wel in. Wel in, ja. Ja, maar ja, goed, twee. Ja, verschrikkelijk. Maar lag je niet, nee? Nee, ik was geen strafschoppen nemen. Nee, want ik bij Volendam op een gegeven moment in de beker heb je toen echt...
Sparta, gezegd van, joh. Sparta kwartfinale. Ja. Hadden we, en toen kwamen we bij nummer 8. En toen keken de drie die nog stonden, keken elkaar aan zo. Oh ja. Van, ik wil niet. En toen uiteindelijk ging Meulens hem nemen en die miste. Ja. Dus toen kreeg ik nog een beetje van, ja, je bent aanvoerder, ja. Je moet de verantwoordelijkheid nemen. Maar jij wist, je voelde van... Ik was gewoon geen penalty nemen. Nee. Ik, heel gek. Maar lag het aan de druk of aan ja, de manier van schieten? Dat weet je ik niet, want ik had gewoon een goede vaste trap. Ja. En ik heb ze vroeger in de jeugd wel genomen, maar toen was ik er ook op een gegeven moment klaar mee. Het lag me gewoon niet. Nee, ik weet het niet. Heel gek. Maar het is ook wel goed om te weten wat je niet kan natuurlijk. Want je hebt gast die gelijk de vinger opsteken. Van, laat mij maar nemen. Leg hem neer, bam. En was zie je gewoon een mooie penalty. Ja. Die dacht gewoon bam, ja, hard. Rom, ja. Ja. Nou ja, het is ook inderdaad, als je hem dan mist, doe het dan gewoon met overtuiging inderdaad. Ja. En als je dan die strafschoppen van Spanje en van Japan ziet. Ja. Ik kan hem echt met mijn pet niet bij, want ze spelen als Sergio Busquets. En Spanje had zoveel echt op geoefend, toch? Of niet? Ja, maar nog nooit een pingel genomen, Busquets, in zijn carrière. Dus ik vond raar dat Morata niet bij de eerste drie zat. Want die werden dus aangewezen door Luis Enrique. Ja. En daar zat Morata niet bij. Ik had het toevallig opgezocht. Die had er 14 genomen in zijn carrière. Ja. En Busquets geen. Dat is ook apart. Maar dat is dus de verantwoording die hij dan neemt als captain. Om het wel te doen. Maar ja, als je het niet kan. Nee. Kan je het beter niet doen. Maar sterker nog, Luis Enrique had al zijn spelers zijn huiswerk meegegeven. Ja. Van, ga dit jaar gewoon na de training oefenen. Ik wil dat je minimaal 1000 strafschoppen neemt. Ja. Je moet 1000 penalties nemen. Ja. Nou, je ziet dat het huiswerk niet gedaan heeft. Maar Sarabia, nog nooit eentje gemist in zijn carrière. En nu... Soler had er 17 genomen in zijn carrière, waarvan maar 2 gemist. Ja, je ziet dan toch... De druk, de spanning. Maar onze strafschop, ik heb er wel vertrouwen in. Je hebt de lijstje klaar. Wie moeten ze nemen? Nou, Depay uiteraard. Zullen we even aanzetten voor Louis, opletten. Louis? Hier komt het lijstje. Ik denk dat Louis en Frans het ook wel woord hebben, maar je weet het niet. Je weet het niet. Nee, ze zijn niet Depay 42 genomen, 32 gemist. Of 32 geraakt. 10 gemist, dus Depay gaat nemen. Dat best veel. Ja, 10 gemist. Zo, dat vind ik toch één van de 4 mis je. Ja, dat is best wel veel. Degene die hem echt moet nemen, en die gaat het dan denk ik ook doen, Vincent Janssen. 27 pingels genomen, 26 geraakt. Zo. Ja, Koopmeiners natuurlijk, 36 genomen, 30 geraakt. Ja. Berghuis, 31 genomen, 27 geraakt. Oh, dat is ook veel. De Roon, 8 genomen, 7 geraakt. Wat gek, bij de Roon heb je helemaal geen penalty nemen in je hoofd. Maar dat gaf hij zelf toe bij die laatste persconferentie. Eentje gemist, toen gleed hij uit, zei hij. Ja. Ach, die geloof ik. Ik denk dat Martin de Roon wel... Maar dat is dus wel een lijstje waar we... Weghorst, 11 gemist. 17 geraakt. Oh, dat is niet... Maar wij hebben echt wel wat... Klaas heeft op een gegeven moment de periode gehad dat die penalties nam bij Ajax. 15 genomen, 10 geraakt. Dus we hebben echt wel... Luc de Jong heeft een aantal penalties genomen. Maar jij hebt niet gekeken andersom. Maar niet als we straks bij de 9e penalty nemen. Als dan iemand loopt, dan zeggen nou, bij die kunnen we te ver uitzetten. Dat is natuurlijk de vraag. Wie staat er nog op het veld? Ja. Kijk, dat is... Daar ga je... Noppert, ja. Maar wij hebben echt wel wat jongens, ook wat invallers. Ja. Luc de Jong eventueel, die er dan in... Weghorst, Klaassen. Maar serieus, waarom zou Noppert het niet kunnen? Nou, die moet het wel willen. Ja, als hij het wil. Ja, hij schoot er toen toch eentje geweldig in de kruis. Die is er normaal genoeg voor, hè, zeggen ze dan nu. Ja. Toch? Ik vind het ook helemaal niet bijzonder dat hij daar staat, joh. Nee, maar dat is allemaal prima. Ja, we hebben het nu ook wel genoeg benadrukt dat hij het niet bijzonder vindt, hè? Dat is ook wel de doorval. Over het algemeen hebben keepers natuurlijk wel gewoon een hartstikke goede trap. Dat klopt. En die schieten hem ook wel vaak gewoon hard, volgens mij. En de keeper weet wat een andere keeper doet. Dat heb ik eigenlijk ook nog het gevoel. De keepers ook nog wel een beetje weten van, nou, dit... Maar ja, dat komt toch... Om dan Noppert ook weer even de beslissende penalty te laten. Het zou lachen zijn als Noppert gewoon gelijk de eerste laat nemen. Ja, dat die Argentijn zit te kijken, wat krijgen we nou weer? Maar ik denk als ik het zo een beetje bekijk, dat wij wel genoeg penaltynemers nog in het veld hebben staan uiteindelijk. Dus als je zegt 115 minuut lastig, dan is het gewoon spel doodmaken. Koopmeiners erin en Vincent Janssen erin. Ja. En dan heb je gewoon 2 goede penaltynemers. Nou ja, het is wel fijn dat we nu niet die discussie hebben van de keeperswissel, waar je altijd met Zillers mee zat, toch? Ja. Zillers moet eruit. Dat was tegen Argentinië toen natuurlijk niet het geval. Nee. Ja, in Argentinië heeft Dybala penalty nemen. Lautaro heeft wel al genomen, Messi. Maar voor de rest zag ik niet zo heel veel. Dus non-league penalty spelen. We zijn eruit. Uitstekend. We hebben nog een superchat van Jonas. €6 heeft hij betaald. Oh, Jonas. Het is fijn dat Ake bij Messi staat. Dat is misschien wel onze beste verdediger dit WK. Vind ik ook wel echt. Ik moet zeggen... Ja, die speelt goed, Je hebt soms bij Ake, maar dat komt ook zijn route van zijn carrière. Hè? Dat hij natuurlijk heel vroeg naar het buitenland is gegaan. Ook volgens mij 3 kleinere Engelse clubs gespeeld. Kleinere, Watford, Reading, Bournemouth. Waardoor hij best wel... Hij is eigenlijk de enige die
ondergestoot geraakt is. Maar het die is echt vanuit de jeugd getrokken is en toch geslaagd is uiteindelijk. Ja, je had op een gegeven moment in de zijkant had je op een gegeven moment meerdere. Bruma toen ook, Rekiek. Maar die is ook via omwegen. En Rekiek heeft ook nog wel een redelijke carrière. Ja, maar niet zijn niveau. En dan nog bij hem heb je het gevoel van dat het bijna ondergewaardeerd is. Ja, klopt, ja. Ja, omdat het ook natuurlijk gewoon heel weinig poespas is. Ja. En in dat opzicht is het ook wel, ja... En City dacht ik eerlijk gezegd, misschien ook net een brug te ver. Maar ook daar is hij toch wel, ook door blessures van Laporte bijvoorbeeld, maar toch... Wat maakt hem goed in jouw ogen? Nou ja, dat ook gewoon degelijk. Weten wat je wel en niet kan. Natuurlijk was er wat kritiek, een beetje dat hij aan de bal wel wat meer moest doen. Maar ja, daarin... Het is niet dat hij even crossballen weglegt. Gewoon over de grond probeert hij wel gewoon passes te geven. Dat kan hij ook wel. Dat moet ook wel bij City natuurlijk. Hem is dat 5-3-2 systeem. Ja, goed. Is voor hem, voor hem is dat de oplossing. Ja, dat klopt. Want hij schuift ook een beetje naar Blindse plek af en toe. In Blindse rug. Dat kan hij ook wel. Ja. Want ik denk als je 4-3-3 zou spelen vooraf en dat zou het systeem zijn. Je zou hem denk ik niet als eerste centrale neerzetten. Nee. En als linksback was Blind daar onbereikbaar. Ja. Nou, hij is natuurlijk links, dat is ook een groot voordeel. Ja. En dat wil Van Gaal graag. Qua wendbaarheid en snelheid zou je misschien Timber het liefste bij Messi hebben. Met name op die eerste meters. Maar goed, Ake kan dat ook goed. Ja. Die kan er goed doordekken. Daar is Van Gaal gek op dat doordekken. Ja. En dat hebben ze inmiddels wel goed onder de knie. Ja. Dus je hoort het al, we zijn gewoon Argentinië, die kennen er gewoon helemaal niks van. Kunnen we vast richting Brazilië gaan kijken? Precies, even voorbereiden, voorbeschouwen Brazilië. Ja. Hey Kees, je hebt natuurlijk, dat is wel eens eerder besproken, je hebt met Virgil van Dijk samen gespeeld bij FC Groningen. Jij zei, ik vind hem wel prima dit WK. Dat is niet... Ik vind dat je aan de bal wel meer mag verwachten van Van Dijk, maar hij heeft ook wel... Met name zijn crosspas is echt... Wat je bij Liverpool heel vaak ziet, dan staat hij links centraal... is dat hij die ballen heel vaak op Salah legt. Dus die schuine ballen. Of op Trent Alexander die gaat lopen. En dat kan hij gewoon echt goed. Hij heeft echt een goede crosspas. Alleen die pas, hij kan zijn pases niet kwijt. Want er is natuurlijk bijna geen diepte. Dus hij kan met name die lange pases, die kan hij niet kwijt. En als middelste man ben je toch vaak geneigd in een driemans verdediging... om die ballen maar gewoon simpel af te spelen... Dus daarom ziet het er dan een beetje uit Van Dijk schuift de ballen een beetje af. Ja, hij kan ook eigenlijk... Alleen hij was op, met name die eerste wedstrijd was hij wel heel slordig, vond ik. Die vond ik echt wel dat hij een paar ballen gaf. Klopt, ook een eentje in de 16 meter. Ja, dat Frenkie de Jong wou, dat hij dacht, liever niet. Maar verdedigend kan je hem op die ene goal volgens mij tegen Ecuador. Kan je hem toch verder op geen fout betrappen. En heeft hij ook alweer een paar keer... volgens mij waren daar ook statistieken van. Meest geblokte schoten en geslaagde in duels. In die duel, zeker als ze dan zo diep moeten verdedigen in Nederland, rondom die 16, dat kan hij natuurlijk wel heel erg goed. Hij is natuurlijk zo fysiek zo sterk. Ja. Maar heb jij toen bij Groningen al het gevoel van dat zoiets erin zou zitten bij hem? Zoiets is natuurlijk wel heel extreem, van dat hij de duurste verdediger ter wereld werd. Maar bij sommige spelers zie je het. Ja, kijk, ik heb dit verhaal al weet ik hoeveel keer verteld. Dus ik blijf mezelf dan maar... We doen hem gewoon nog een keertje. Ik blijf mezelf dan maar op de borst slaan. Daar hoef ik geen superchat voor te hebben. Hij komt nog een keertje. Je kan het zelfs opzoeken op internet ook. Dat ik bij VI een interview had. Waarin ik zei van, ik snap gewoon niet dat Ajax hem niet haalt. Want dat ging toen met... Van der Horn. Want al de wereld ging toen weg. Toen je nog bij Groningen speelde. Ja, toen ik bij Groningen speelde. Want Feyenoord was voorzien. Die hadden De Vrij achterin. Ja. En PSV had denk ik Bruma. Of die had in ieder geval... Dat was alleen bij Ajax ging toen de molen draaien. Ja. Omdat al de wereld weg zou gaan. En ik heb dat nooit begrepen. Alleen hij speelde toen wel eens een minder potje. Ja. Ajax uit had hij toen een mindere wedstrijd. En PSV thuis. Maar je zag gewoon aan alles. Op de training ook vooral. Dat hij gewoon... Hij werd nooit voorbij gelopen. Nooit. Ik heb gewoon geen wedstrijd of training gezien in 2 jaar tijd dat hij een keer door iemand gepasseerd is. Toen al. En daarin was hij ook al aan het coachen en hij was al fysiek sterk. Hij had natuurlijk die blinde darmproblemen toen. Of waar hij echt nog op het randje heeft gelegen. Nou, daardoor verloor hij ook wel wat gewicht. Dan werd hij nog wat sterker nog. Ja. Want hij was een beetje gezet. Ja, en toen kwam hij terug en toen was hij zo goed. En op de training zag je gewoon dat hij met 40% liep hij erin. En met Tadic had ik al precies hetzelfde. Het jaar daarvoor. Ja, die werd niet meer uitgedaagd. Dus je zag aan alles dat hij gewoon een stap hoger moest. En hij werd maar voor 2,5 miljoen geloof ik verkocht. Ja. Als je daar nu aan terugdenkt. Southampton en
En je weet uiteindelijk ook nooit, stel hij was naar een club in de top 3 gegaan in Nederland, hoe die zich dan ontwikkelt. Nee. Hè? Misschien heeft hij nu wel het perfecte pad bewandeld. Uiteindelijk wel voor hem, want ik weet nog dat Milan ook interesse had in hem, maar ze kozen toen echt ook bewust voor Celtic. Ja, ja. Niet te hoge stap, gewoon Celtic, wat qua niveau competitie eigenlijk gewoon hetzelfde was als Nederland, maar wel een topclub. Ja. Nou ja, daar heeft hij gewend, is hij gewend geraakt aan het Britse voetbal. Nou, en kijk nu eens. Dus, geweldige carrière. Uiteraard heeft hij zelf het geweldig uitgestippeld. Ja, maar jij hebt hem wel het eerste setje gegeven, Kees, toch? Uiteindelijk moest er nog heel veel gebeuren. En heb ik dat natuurlijk allemaal gekozen en neergezet. En, hij gaf mij daar... Hij gaf dan af en toe rugdekking aan mij. Ja, klopt. Dat vond ik dan wel heel fijn. Ja. Nee, het was ook een geweldige kerel. Heel relaxed. Jonge groep hadden we toe. En hij was wel een beetje de aanvoerder van de jonge jongens. Ik was al een beetje een oudje. Ja. Dat was een hele leuke sfeer ook. Echt een normale jongen ook. Gewoon zoals hij nu ook is. Heel relaxed. Dus echt een leuke tijd gehad. Leuk hoor. Dat. Ja. Freek, hoe kijk jij naar Daley Blind dit WK? Dit WK? Nou, ik denk dat hij echt een goed WK speelt. Ook een beetje hetzelfde parallel in Oranje, de eerste wedstrijden. Dat je zoiets had van, nou, er zit nog wel veel meer in dan hij laat zien. Maar ik denk die wedstrijd tegen de Verenigde Staten, dat de manier is waarop hij echt in zijn kracht komt te voetballen. Hoewel ik wel moet zeggen, de eerste waren er wel een paar momentjes, één keer nog met Dest, dat hij toch vrij makkelijk gepasseerd werd. Maar als je ziet daarna hoe hij dat oppakt aan de bal is hij gewoon ijzersterk. Hoe hij zo'n bal neerlegt bij de doelpunt van Dumfries, bij de tweede paal gewoon. Perfect, legt hij hem neer, hoe die bal zelf binnen schiet. Het is gewoon aan de bal, is het gewoon echt top speler. Maar dat is ook hetgeen wat ook iedereen binnen Ajax nog steeds zegt. Dat hij aan de bal echt top is. Ja, want jij bent vorige week met Ajax mee geweest op trainingskamp naar Marbella. Is het nog over Blind gegaan? Ja, we hebben natuurlijk is het over Blind gegaan. En meerdere keren. En ook aan het einde van de week met Alfred Schreuder gezeten. En ook voor het interview ook over Blind gehad. Omdat dat is natuurlijk wel het verhaal van de laatste periode. Dat Blind natuurlijk, die speelde eigenlijk alles tot de laatste 3 weken. Die kwam ernaast te staan. En nou ja, dat maakte wel wat los bij Blind zelf. Hè. Die was daar natuurlijk totaal niet van gediend. En ook wel binnen Ajax. Alleen, kijk, Schreuder kijkt daar toch wel op een professionele manier naar. In die zin dat hij zegt vanuit menselijk oogpunt vind ik het heel vervelend dat ik hem moest passeren. Maar op dat moment had ik met Wijndal en Bessie 2 andere keuzes. En die hadden bij mij de voorkeur. Maar vanuit trainersoogpunt moet ik dit gewoon doen. Omdat vanwege die afwegingen. Alleen, ja goed, Blind. Het was wel natuurlijk nieuw voor Blind. Want tot dat moment was bij Ajax vanaf het moment dat hij terugkwam. Was hij natuurlijk. En hetzelfde ging natuurlijk ook een beetje Tadić op. Die kwamen natuurlijk dit seizoen steeds meer onder druk te staan. En waarbij Blind zijn plek in de laatste weken verloor. En daarbij maakte Schreuder, want ik vroeg vooral ook, nou, hoe zie je het dan de toekomst voor je? Omdat, ja, ik heb vaker gezegd, het zou me niet verbazen als hij deze winter vertrekt. Maar Schreuder zei, nou ja, voor mij ligt de sleutel vooral in handen van Blind zelf. En Peter Bos zei dat in het verleden wel eens, hè, vechten of vluchten, pak je het zelf op. Of doe je voor jezelf de conclusie trekken, ik kan beter elders gaan voetballen. Nou ja, en Schreuder gaf het linkje met Klaassen. Hij zei, Klaassen heb ik echt vaak moeten teleurstellen. Terwijl ik eigenlijk vind dat Klaassen moet spelen bij ons. Maar ik kan er geen 12 op stellen. Dus heb ik op een gegeven moment de afweging gemaakt. Berghuis is mijn nummer 10. Klaassen op de bank. Maar ik voel dat Klaassen het elke dag brengt op training. En eigenlijk vind ik dat hij gewoon wel moet spelen. Alleen, ja, als speler hoor je dat de eerste keer. Denk je, oké, nou prima. Maar hoor je dat de tweede, derde, vierde keer. Denk je op een gegeven moment, ja, zak er maar in. Ik moet gewoon spelen. Alleen, die pakt dat wel op. Door altijd vol energie gas te blijven geven. En dat wil Schreuder eigenlijk. Ja, dat hoopt hij dat hij dat bij Blind ook terugziet. Dat hij terugkomt van het WK en dat hij het oppakt. En dat het wel duidelijk is dat het niet meer vanzelfsprekend is dat hij speelt. Alleen, hoe gaat Blind daarmee om? En er is de interesse, zijn management is al... Antwerp wordt genoemd. Antwerp is ook heel concreet. Antwerp wil volgens mij ook wel een heel riant salaris. Hebben ze volgens mij voor Blind ook klaar liggen daarvoor. Nou ja, Overmars van Bommel. Nou, we weten natuurlijk de band ook met Overmars met Blind. Dus dat zou een uitweg kunnen zijn. Maar ik weet wel dat zijn management gewoon heel actief bezig is om te kijken, in kaart te brengen. Oké, wat zijn de opties? Alleen, dan ligt het ook bij Blind zelf. Als hij na dat WK heeft, oké, ik ga in die rol. En ik ga me terugknokken bij Ajax. Of, nee, ik wil gewoon elke week, vind ik dat ik gewoon moet spelen. En anders kan ik daar moeilijk mee omgaan. Ja, dan heeft het ook weinig zin om verder te gaan. Want dan ga je in januari of februari ga je alleen maar veel gedoe hebben. Ja.
Wat moet je eigenlijk doen, Kees? Ja, lastig. Nou ja, ik denk dat de keuze vooral ook bij Blind zal liggen. En heeft hij het bij het Nederlands elftal ook makkelijker dan bij Ajax? En dan bedoel ik qua systeem? Zeker, vanwege het systeem wel. Ja, klopt. Als je Ajax... Ja. Blind wordt natuurlijk is natuurlijk enorm kwetsbaar als de ruimtes groot zijn en de restverdediging niet goed is. En dat is bij Ajax natuurlijk eigenlijk al een paar maanden aan de gang. En dat is terecht dat hij gepasseerd werd eigenlijk. Nou, dat is niet alleen Blind's schuld. Nee. Dus je moet ook kijken, hoe breng ik mijn spelers in de juiste kracht. Ja. Want niet alleen Blind heeft er last van, wat denk je van Bessie? Die moet ook even een aanpassing maken. Die komt van Glasgow Rangers, waar hij misschien wel lekker op eigen helft staat. En ook wel dominant voetbal speelt. Maar nu, ik zag hem gisteren weer een voorzet geven als linksbuiten. Kwam wel een goal uit overigens. Ja. Maar die moet opeens hele andere dingen doen. Nou ja, en Sanchez idem dito. Ja. En dus daar ook Blind heeft daar last van. Van de mensen om hem heen. En dat de ruimtes niet goed zijn. Dat de restverdediging niet goed zijn. En dan is Blind kwetsbaar. Alleen, er zijn ook wel momenten geweest. Neem de goal tegen Go Ahead Eagles thuis. Dat hij gewoon denkt, nou, die voorzet zal wel niet komen. En hij komt wel en het wordt 1-1. En daar heeft hij wel ook individueel, vind ik, te veel foutjes van gehad. Dus was het niet raar dat Schreuder op een gegeven moment iets moest gaan doen. Ja. En ook met Wijndal, die fitter en fitter werd, dat hij daarbij uitkwam. Maar het is vooral wat Blind zelf nog wil. En wil hij de ambitie om bij een club als Antwerpen te gaan spelen, die ook enorm ambitieus zijn... Of gaat hij misschien wel in Amerika voetballen, waar hij nog een schitterende carrière of een mooi avontuur kan beleven? Ik zou misschien eerder daaraan denken. Hij speelt vanavond... Hij is 32? Ja, en hij speelt zijn... 32, toch? 32. Hij speelt zijn 99ste interland, dus als vanavond midden 100 interlands. Alles gewonnen wat er te winnen valt. Echt een prijs op pakken, waanzinnige carrière. En ook laatst bij die première van die documentaire van hem geweest, echt... Vond ik heel aangrijpend om te zien wat hij allemaal ook natuurlijk heeft meegemaakt. En natuurlijk het fysieke gedeelte, maar ook het gedeelte dat hij natuurlijk al heel snel de kop van Jut is. Ja. Heel snel wordt hij uitgefloten, maar mentaal zo sterk om dat steeds te overwinnen. Dat je denkt van... ik zou bijna denken van, joh, je hebt alles meegemaakt nu na dit WK. Als jij toch nog een paar jaar in Amerika lekker kan voetballen of... Misschien Australië of zo, weet ik, voor zo'n avontuur. Ja, goed, jawel, maar als je 32 bent en je bent nog basisspeler bij het Nederlands elftal, er komt weer een EK aan over 2 jaar. Misschien denkt hij wel, ik wil op niveau blijven voetballen. Antwerp, Nederlandse enclave die daar zit. Dus ik zou dat ook wel als kunnen... Als je dat doet, maar dan inderdaad, dan moet je ook de keuze maken. Dan wordt het bij Ajax lastig, als je dat karakter hebt. Ik weet het bijvoorbeeld met Huntelaar, die kwam terug en die ging toen... naar Ajax toe. En die heeft heel duidelijk afgesproken, ik wil overal gecommuniceerd hebben, dat ik tweede spits ben achter Doelberg. Doelberg is de eerste spits, ik ben de tweede spits. Hij zo, natuurlijk wilde ik alles spelen en wilde ik doelpunten maken en belangrijk zijn. Maar door dat zo neer te zetten, kon ik vanuit daar belangrijk zijn. Ja. Nou, en dat is hij geweest, want hij heeft nog heel veel wedstrijden gesproken over doelpunten gemaakt. En dat is natuurlijk een andere insteek als routinier, dan dat je als routinier zegt, ja, ik vind gewoon dat ik moet spelen. En als ik niet speel, ja, dan heeft iedereen het gedaan. Ja, het wordt heel spannend. Want wat jij wel zei, of, en dat is een hele andere, Ajax moet een ander systeem gaan spelen. Ja, maar je kan ook in dit systeem iets minder, hoe zeg je dat, gewoon Harikiri spelen. Dat is natuurlijk gebeurd bij Ajax. Dat hij ook te grote ruimtes moest spelen. Maar ook wel weer, wat ik net zeg, tegen Emmen die laatste wedstrijd had het voor de rest niet... Nee. Met restverdediging of iets te maken. En dan staat Blind gewoon met Timber niet goed te dekken. Nee. Dus ook hij zelf individueel zeker niet zijn niveau gehaald. Ja. Maar het lag ook wel aan hoe Ajax als geheel speelde. Ja. Precies, ja. Tot slot, mannen. Zullen we eens een voorspelling doen voor vanavond? Nederland-Argentinië, Kees? Strafschoppen. Ja, natuurlijk. Ja, en de winnende is van? Messi. Ik denk Woutje Weghorst. Oh, jij denkt? Ja, en die gaat dan juichen als een malle natuurlijk op zijn knieën. Dat zou wel zo'n Huntelaar scenario in Mexico zijn. Ja, toch? Dat iedereen... En hoeveel gaan Noppert te pakken? Eentje die pakt er... Ja, eentje mist wel van Nederland. Ik denk dat hij er eentje pakt. Van Messi. Dat hoop ik dan niet. Dat is wel het verhaal. ik word niet gelijk de sfeer bederven. Nou, ik denk dat het vanavond klaar is, ik denk dat we een hele... Ja, er is geen superchat. Iedereen zet weg... Ik denk dat we een hele vervelende wedstrijd gaan krijgen. En dat we op een gegeven moment zo'n vervelende wedstrijd gaan krijgen... dat het een beetje zo'n Nederland-Portugal wedstrijd is... die we al vaak hebben meegemaakt. Hè? Dat je 1-0 achterkomt en dat dan het hele Zuid-Amerikaanse... Theater gaat beginnen. Gaan beginnen. Ja, en dat kunnen ze. Daar kunnen wij dan toch niet mee omgaan. Dat hebben we vaak genoeg gezien. Nee, dus ik denk... ik denk dat het vanavond klaar is. Jammer. Ja, het is heel jammer. Nou, ik hoop dat we hier dinsdag weer zitten. Ja.
Ik hoop het ook. Ja, tot slot, Kees. Wat denk jij? Wat? Want jij moet zelf ook even kleuren kennen. Ik denk 1-0. Na 90 minuten gewoon. Voor Nederland? Voor Nederland. Ja, leuk. Oh, ja. Dat kan. Ja. Oké. Okay. Ja. Doelpunt? Gakpo. Ah, nou, zijn we eruit. Zijn we eruit. Ja. Kees, wat moeten de mensen doen om dat shirt te kunnen winnen? Nee, sorry. Nee, die... misschien levert het nu. Mijn zoon heeft handschoenen van Noppert. Oh. Die heeft hij gekregen na... Pack Go Ahead. Oh, serieus? Ja, ja, die kwam toen bij ons aan de desk staan en mijn zoon was mee. Toen was hij... jouw zoon waarschijnlijk de enige in de hele wereld die dat was, interesse had in die handschoenen. Dat was zijn zesde wedstrijd uit zijn carrière. En die kende Andries omdat ik met hem gespeeld heb bij NAC even kort. Ja. Dus toen zei hij hier, ja. Dus die heeft nu die handschoenen van Noppert op zijn bureau staan. Nee, ik zeg, jongen, bewaren. Maar jij hebt met al... Dat is mooi aan hier, er zit geen einding aan. Hier, jij hebt met Noppert gespeeld? Ja, ja, bij NAC. En toen zag jij al als enige, dit kan als ik nou, ik wilde zelf niet weer op de borst kloppen. Maar ik heb toen al gezegd. Nee. Hij was die tweede keeper achter Jelle Terouwelaar. Ja. Daarna kreeg hij wel de kans, het seizoen erop. Zes wedstrijdjes of zo, hè? Niet veel. Ja, hè? Maar ja, anders is een wereldgozer zoals hij nu is. Heel normaal. Ja. En ja, wij konden heel goed met elkaar, want ja, ik deed ook nog wel eens wat gekke geiten. Ja. Dus dat vond hij helemaal geweldig. Dus, maar ja, daarna een hele andere weg. En kijk nu toch, ja, echt wel het verhaal van dit WK, hoor. Ja, natuurlijk. Dus, wij gaan nu nog even wat tennistips geven. Gaan we nog tennis tips is belangrijk voor de dus vrienden. Wie wil blijven hangen? Vrienden in de hutgroep, dan moeten we even, ja. Dus de rest kan allemaal uit de shit. En die andere vijf, die kunnen blijven hangen. Richting komend jaar. Okay. Ja, jij weet, ik begon niet waar we het over hebben. Maakt niet uit. Ik weet dat jullie tennissen, dat is de enige. dat hebben we ook wel eens verleden gedaan, maar we volgen het fanatiek, ja. Okay. Allemaal thuis, hè. Nou, veel plezier aan iedereen. Ja, yes. Freek, dankjewel. Kees, dankjewel. Jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Mochten jullie dit een leuke livestream vinden, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en laat even in de comments weten wat jullie verwachten van Nederland-Argentinië.